Dat vroeg Gerrit aan jou? Nee, dat vroeg eigenlijk wel een gesprek over van... Ja, dat natuurlijk bij de lounge hadden we het erover dat je wanhoop had. Ja, en eigenlijk, wantrouwen. Ja, wantrouwen. Ja. En eigenlijk is dus nu mijn vraag, vertrouw jij mij? Ja. Oké. Ja. Want dat wil ik, okay. Ja. Want dat wil ik even duidelijk hebben. Want als dat namelijk niet zo is, dan heb je me gekwetst. Ja. Maar dan vind ik het wel eerlijk als je het tegen me zou zeggen. Want dan nou, wat het met mij met name is, wat ik gisteren ook tegen je zei. Ja. Door de hele situatie begon ik eigenlijk aan alles en iedereen te twijfelen, inclusief jou. Okay. Alleen Merel op dat moment niet. Maar wat ik gisteren ook zei, als ik daar dan heel realistisch over nadenk en gewoon rationeel een keuze maak, ja, natuurlijk vertrouw ik je niet. Want mijn woord is namelijk mijn woord. Ja. Daar zou ik niet van afstappen. Nee. En als ik dat wel van af zou stappen, dan zou ik hier, mijn hele geloofwaardigheid is finaal na de maan. Ja. Dus ik hoop dat je dat wel begrijpt. Ja, ik heb wel een paar dagen gehad, of tenminste anderhalve dag, maar ik was ook een beetje ziekjes. Ja. Begon overal aan te twijfelen. Ik zag iedereen omslaan. Ik kreeg een beetje rare gevoelens bij de uitspraken die Ger had gedaan. Over de hoeveelheid geld en mensen dan thuis achter op de bank, zeg maar, dat die denkt van ja, waarom zou je iemand er niet verneuken? Mm-hmm. Dat waren allemaal voor mij waren dat aanknopingspunten die mijn negatieve gedachten voeden op dat moment. Okay. Ja. En toen begon ik aan alles te twijfelen, maar nu op dit moment niet. Okay. Nee. Eigenlijk ook nooit gehad hoor. Oké, want tot volgens mij heb ik me altijd namelijk aan mijn woord gehouden. Naar jou. Ik heb altijd mijn duidelijkheid gegeven. Ja. En volgens mij, en ik vind ook persoonlijk dat ik het verdien. Want ik ben ook eerlijk naar jou toe. Dus dan hoop ik ook gewoon dat wij er open en eerlijk naar elkaar toe zijn. Ja. Want zou ik het heel persoonlijk heel jammer vinden? Nee, het is gewoon de hele situatie waar we in zitten. Okay. Daar begon ik eventjes aan te twijfelen. Maar dat was ook maar van korte duur. Oké. Ja. Want anders wil ik graag dat je naar me toe komt. Ja. Ja? Snap ik. Is dat een deal? Ja. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Oké, maar als het wel zo is, wil ik dat je naar me toe komt. Ja. Want dan, ik hou van dat iedereen recht en eerlijk in mijn gezicht zegt wat hij ervan denkt. Mm-hmm. En ik probeer dat ook zover altijd waar te komen naar een ander toe. Yeah. Dus, en ik vind nog gewoon dat het tussen ons en dat ik dat persoonlijk verdien en dat jij dat verdient. Mocht ik er nog aan gaan twijfelen, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar dan kom ik Oké, want anders dan wijs ik je erop. Ja. Ja? Okay.